De laatste expositie van Galerie Bart in de Ziekerstraat voor hun verhuizing naar het Honigcomplex is een solo-expositie van Rob Sveeren. Rob Sveeren zet de fysieke ervaring van de mens in zijn omgeving en ten opzichte van zichzelf centraal. Een voorbeeld hiervan is het project Silent Sky. Nou, met het Silent Sky project nodig ik groepen mensen uit om een half uur stilte naar de hemel te kijken. En dat doe ik over de hele wereld. Dus we hebben hier wat voorbeelden. Dit zijn bijvoorbeeld Palestijnen die nu in hun dorp liggen. Wat je hier ziet is een Israëlische nederzetting. En dit zijn mensen uit Koten. Je ziet een heel Nederlands landschap. En waar het om gaat is dat het heel vaak zo is dat als wij conflicten hebben, dan spelen die zich eigenlijk in de horizontale richting af. Zo zien de grenzen er ook uit. En als we die kant op kijken, dan denken we die mensen zijn anders, die moeten we niet. En als we die kant op kijken, die mensen zijn anders, daar hebben we een probleem mee. Maar het bijzondere is, als je nou op de grond gaat liggen en je kijkt naar boven, daar zijn helemaal geen grenzen. Daar is gewoon oneindige ruimte. Zoveel ruimte kunnen we ons niet eens voorstellen hoe groot dat is. En mijn ervaring is ook dat als iedereen waar ik kom, als we op de grond gaan liggen, dan blijkt dat we allemaal dezelfde wensen hebben en dezelfde verlangens en hetzelfde hart. Waar bent u zo allemaal geweest? Wat viel u daarop als u dit deed? Ik ben bijvoorbeeld in Groenland geweest, want ik wilde graag naar een gebied waar de natuur groter is dan de mensencultuur. En wat me erg opviel, heel klein dorpje, piepklein, piep super ver weg. En wat blijkt nou, die ervaringen van die mensen, die zijn hetzelfde als wij hier in Nijmegen. Dat is bijzonder, hè? Dit is op het Oerol Festival, waarbij op die zandringen van Bruno Doedens op het strand ongeveer 2000 mensen, dus eigenlijk een heel dorp, een half uur lang in stilte naar de hemel kijken. En vooral als het zo lang stil is met een grote groep mensen, krijg je een hele bijzondere sfeer. En mensen die hier dus vandaan kwamen, die waren echt tot tranen toe ontroerd. Dit is het project Radiation, hier in Nijmegen met de Kunstnacht. Wat is daar de achterliggende gedachte van? Een radiation nodig groepen mensen uit om met 10 minuten stil te gaan staan. En eigenlijk van het midden uit, dus op de Kunstnacht, had ik een lichtmast neergezet. Want je weet nooit hoeveel mensen er komen, maar gelukkig waren er genoeg mensen. En het is dus die vorm gemaakt en iedereen kijkt naar buiten met het idee dat je gezamenlijk naar buiten kunt kijken en eigenlijk je energie naar buiten kunt brengen. Of het nou positief of negatief is, dat moet je zelf weten. Maar het is natuurlijk altijd aardig om positieve energie uit te stralen. Heeft u nog andere projecten op stapel staan die u wilt gaan uitvoeren? Ja, we hebben net de première gehad tijdens Art Rotterdam van het project Silent City. Dat is helemaal nieuw. En dat zijn witte opblaasbare architecturen. En dat wordt uiteindelijk een hele grote groep. En die gaat rondreizen in de stadsparken van de wereld, steden. Met het idee dat het juist in die grote metropolen, dat er dan een wit, zacht eiland is. Waar ruimte is voor contemplatie en om elkaar te ontmoeten. En als het lukt, dan gaan we tijdens de opening de koepel eraf halen. De expositie opent vrijdagavond 7 maart om 19:30 in Galerie Bart in de Ziekerstraat en duurt tot en met 5 april 2014.